Je hebt een oorlog in Oekraïne nodig om defensie op orde te brengen. Wij hadden de narco-staat kwalificering nodig om de rechtsstaat op orde te krijgen. Nederland, narco-staat. 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 Narco-staat, wauw! Het is een beeld dat telkens terugkeert. Nederland, narco-staat. Zijn we er niet al één, dan dreigen we er zeker één te worden. Nederland als narco-staat en in Rotterdam. Narco-stad. Wie hebben er baat bij dit beeld van een Colombia aan de Noordzee? En hoe is dit ontstaan? Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Rewind zoekt het uit. De term narco-staat roept al snel beelden op van de drugsoorlog in Mexico of van het geweld en luxe leven van drugsbaas Pablo Escobar in Colombia. In hoeverre is Nederland met dit soort bekende narcostaten te vergelijken? We vragen het aan officier van justitie Sander Weerke. Voor zijn carrière bij het OM deed hij onderzoek naar straffeloosheid in Colombia en Guatemala. Hij legt Nederland langs de meetlat van Latijns-Amerikaanse narcostaten. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen als we kijken naar het aantal moorden? Kijk, in Guatemala vallen 6000 geweldsdoden per jaar. Daar heb je moordcijfers die 20, 30, 40 keer zo hoog zijn als het moordcijfer in Nederland. De straffeloosheid voor die moorden is gigantisch. In Guatemala was het dus een tijd lang zo dat 98% van de moorden onbestraft bleef. Als je dat vergelijkt met Nederland, vorig jaar is misschien wel 90% van de moorden in Nederland wordt opgelost. En de persvrijheid, hoe zit het daarmee? In Nederland waren er aanslagen op gebouwen van Panorama en De Telegraaf. Peter R. de Vries werd vermoord en sommige misdaadjournalisten moeten nog altijd beveiligd worden. Bijvoorbeeld met regionale journalisten die schrijven over regionale drugsbaas. Ja, die wordt dan het zwijgen opgelegd met geweld. En wat de elites doen, als die media het zwijgen op willen leggen, dan gaan ze of de hoofdredacteur vervolgen, of ze verbieden de publicatie, of ze zorgen dat er niet meer advertenties naartoe kunnen, of ze kopen gewoon die kranten over. In Nederland kennen we geen regeringsleiders die verbonden zijn met een drugskartel. Hoe was dat in Colombia in de jaren 90? Het belangrijkste als je echt wil spreken over een narcostaat is volgens mij echt het niveau van corruptie. President Samper die is destijds een visum tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat hij gewoon verdacht werd van drugshandel. Het moment dat je president de Verenigde Staten niet binnenkomt, dan heb je evident te maken met een narcostaat. Als volgens Sander Weerke Nederland geen narcostaat is, hoe heeft dat beeld dan kunnen ontstaan? Laten we kijken wanneer het voor het eerst wordt gebruikt. Nederland, midden jaren 90. Overdag heerst er optimisme op de beursvloer, 's nachts hedonisme op de dansvloer. Grenzen vallen weg. Met het akkoord van Schengen wordt Europa meer één. Een plezierige tijd voor iedereen die profiteert van de groeiende welvaart en grenzeloze vrijheid. Maar de Franse president Jacques Chirac fronst de wenkbrauwen. En dat heeft alles te maken met Nederland. Want die open grenzen. Tja, het is leuk voor de handel in tulpen en kaas, maar het brengt ook wat anders Frankrijk binnen. De drogue, drugs dus. Vanaf Lille ben je zo in Rotterdam en de havenstad is voor veel Fransen één grote supermarché voor nederwiet en goedkope heroïne. Ik was toen zelf enorm betrokken als leidinggevende bij de recherche bij de handel in drugs, met name ook naar Frankrijk. Wij kwamen regelmatig in Frankrijk omdat we hier ontzettend veel Franse dealers hadden die hier hun coke, hun heroïne, hun hars op kwamen halen. In Parijs lagen ontzettend veel verklaringen van aangehouden dealers van joh, ik heb het in Nederland gehaald en daar mag alles en jullie zitten hier moeilijk te doen. Ja, en dat bereikte Chirac. En voor Chirac is ons liberale drugsbeleid een doorn in het oog. Zijn onvrede is zo groot dat hij een drugsconferentie in Den Haag afzegt en de grenscontroles met de Benelux, tegen de afspraken in stand houdt. Chirac baseert zijn daadkracht onder meer op een overheidsrapport waarin Nederland, jawel, een narcostaat wordt genoemd. De hoop dat de Franse president dit beeld niet zal overnemen blijkt vergeefs. Dus ik werd toen ook gebeld door een collega van mij uit Parijs, die ik goed kende. En die zegt, jullie zitten in de prijzen. De president gaat jullie definitief tot narco-staat verklaren. Dit tot ongenoegen van toenmalig premier Wim Kok. Nu is er ook een rapport waarin Nederland echt als narco-staat, wat dat ook mogen zijn, is getypeerd. Er wordt met weinig oog voor de feiten
in een groot deel van de Franse politieke bovenlaag over Nederland gesproken. Kok brengt zelfs nog een bliksembezoek aan Chirac, maar de verhouding blijft moeizaam. Ook vanuit de Amerikaanse overheid klinkt kritiek op ons drugsbeleid wanneer daar Nederlandse ecstasy wordt ontdekt. En het besef dringt door dat er actie ondernomen moet worden. Om tegemoet te komen aan alle internationale kritiek wordt er een nieuwe drugseenheid uit de grond gestampt. De speciale unit synthetische drugs is uniek binnen het apparaat van politie en justitie. Met de oprichting van de USD wil Nederland laten zien dat het de internationale drugshandel serieus aanpakt. Het beeld Nederland narcostaat verdwijnt jarenlang uit de media, tot het ineens weer opnieuw opduikt. We hebben echt de karakteristieken van een narcostaat gekregen. Het is begin 2018. Het proces tegen Holleder is begonnen, terwijl Ridouan Taghi nog een grote onbekende is. Politiebondvoorzitter Jan Struis heeft een alarmerend rapport klaar liggen. Met noodkreet recherche wil hij aandacht vragen voor de onderbemande recherche. En dan herinnert hij zich ineens weer de woorden van president Jacques Chirac. En ik moet zeggen dat dat vele jaren later als voorzitter toch wel in mijn achterhoofd zat. Van wat Chirac, dat gaf even een schokeffect. Wat Chirac kan, dat moet hij ook kunnen, denkt Struis. De recherche is volgens de bond zwaar overbelast. Een van de gevolgen is dat we de echte karakteristieken van een narcostaat hebben gekregen. Je hebt een oorlog in Oekraïne nodig om defensie op orde te brengen. Wij hadden de narcostaat kwalificering nodig om de rechtsstaat op orde te krijgen. En niet een narcostaat à la Mexico, maar een narcostaat 2.0 hè, met een parallele economie. Om het beeld van Nederland narcostaat kracht bij te zetten, wijst Struis vaak op de parallele drugseconomie. Dat blijkt uit de parallele economie. Hij doet dit met een reden. Uit een op dat moment nog ongepubliceerd rapport van de politieacademie weet hij dat de omvang van deze economie groter dan ooit wordt geschat. We hadden enkele rapporten en concepten in onze handen. Onder andere professor Pieter Tops destijds. Ja, die hadden het over een miljardenindustrie. Kijk, wat je altijd ziet in de media, en ik ben veel in de media geweest, is dat na zo'n eerste cliffhanger er altijd een vervolgverhaal moet zijn. Dus dan heb je een mediamoment waar je dit naar buiten brengt en dan weet je over 2 weken komt er nog eens een rapport aan. Het rapport van Tops krijgt veel aandacht in de media en Nederland narcostaat is definitief terug van weg geweest. Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om de handel in ecstasy en speed. Centraal Bureau voor de Statistiek schatte het in 2015 nog op 160 miljoen euro. Nu is er een nieuw onderzoek. Conclusie is, de totale productie in Nederland had vorig jaar een waarde van bijna 19 miljard. Volgens onderzoeksjournalist Bart de Koning kunnen er alleen wel vraagtekens worden geplaatst bij de genoemde grootte van de drugseconomie. Er zit een enorme nauwkeurigheid, er zit zelfs een kommaatje in. Maar ja, als je het gaat lezen, het hangt van de aannames aan elkaar. En wat ze dan heel erg doen is extrapoleren. Het is een paar jaar geleden is er zo'n pillenschuur in Brabant gesloten. Er zou dan voor 10 miljoen per dag geproduceerd worden, euro per dag. Ja, dat is 3,6 miljard per jaar. Dat is meer dan Tata Steel. Dat is gewoon bullshit. In een schriftelijke reactie laat onderzoeker Pieter Tops weten dat hij niet wil ingaan op de uitspraken van Bart de Koning. Kijk, als je het beeld suggereert van er zijn miljarden die ieder jaar hun weg naar de bovenwereld zoeken en je vindt die miljarden maar niet, dan word je op een gegeven moment paranoïde. We weten gewoon niet hoeveel er omgaat in de onderwereld. Het Openbaar Ministerie zegt dat ook. Het zit of in cash, of het zit in bitcoin, of het zit in underground banking. Dus er wordt wel geld witgewassen, maar niet op de schaal van die honderden miljoenen of miljarden. De cijfers zijn dan misschien niet hard. Het geweld vanuit het drugsmilieu in de jaren daarna is dat wel. En daarmee komt Nederland narcostaat weer terug in beeld. De broer van de kroongetuige in deze zaak werd doodgeschoten. Moord op advocaat Dirk Wiersum. Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. In Amsterdam is misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten. Wiersum was 7:30 's morgens. En ik doe het even uit, maar 10:50 had ik mijn eerste interview op Radio 1. En ik kwalificeerde het als narcoterreur. Nou, ik vind het een keiharde, niets ontziende aanval op de rechtsstaat. Waar ook geen plaats meer is voor naïviteit en onderschatting. Bewegen we dan niet richting... Ja, maar het aantal liquidaties neemt af. Hè. Je kunt bij moorden heel goed zien van wat er liquidaties zijn en wat andere moorden zijn. En daar zit wel een soort dalende lijn in. Dus het is niet zo alsof criminelen elkaar vroeger niet vermoorden. En dat is dus wel zo, dat ze dus nu ook echt mensen uit de bovenwereld pakken die dus echt onschuldig zijn. En ik denk dat dat ook... Natuurlijk al die ophef heeft geleid. Want er werden hiervoor natuurlijk ook wel advocaten vermoord. Hè? Opnieuw liquidatie in Amsterdam.
Het gaat om de bekende advocaat Evert Hingst. Hingst was er eentje, maar die had dus de naam dat hij voor de drugsmafia zelf werkte. Dus daar was geen ophef over. Volgens Bart de Koning zou het meer om de feiten moeten gaan en minder om beeldvorming. Nederland narcostaat zit reflectie op het drugsbeleid in de weg. Ik ben eigenlijk steeds bezig met die vraag van wat kost het en wat levert het op. Die vraag wordt niet zo heel veel gesteld, want over misdaad is het mogelijk van we hebben de gevaarlijkste boef van de eeuw nu te gevangen. En dan gaan we nu de volgende gevaarlijkste boef van de eeuw vangen. Eerst gaat alles over Holleder, daarna gaat alles over Taggi, maar de onderliggende structuren, dat boeit eigenlijk niemand. Toch is Jan Struis te spreken over alle aandacht voor Nederland narcostaat. Je zag een hele mediatoestand erachter vandaan komen. Die hadden wij nooit voorzien, hoor. Ook de goede documentaires, moet ik zeggen, en series. Die zorgden er wel voor dat ze dachten van ja, wacht eventjes. Willen we wel voldoende in deze rechtsstaat gaan investeren? Ik begin even met te zeggen dat het kabinet daar ook fors in investeert. 100 miljoen in het anti-ondermijningsfonds. 85 miljoen voor de regio's. We investeren op dit moment meer dan 1 miljard aan de bestrijding van drugscriminaliteit. Dat is het hoogste bedrag ooit in de Nederlandse politiek. Ik heb dus gevraagd, wat kost het drugsbeleid? Nou, niemand weet wat de politie eraan uitgeeft. En we weten dus ook niet wat de doelen zijn. Wat willen we dan bereiken? Gewoon niks. Dus het is een feitenvrije omgeving waarin je ieder jaar opnieuw met stoere verhalen kan komen. Zonder dat ooit iemand zegt van ja, maar dat roepen we al 30 jaar. Ik denk ook dat op het moment dat je natuurlijk er rationeel naar gaat kijken, stort ik het hele kaartenhuis in. Want dan moet je jaar in jaar uit vertellen, ja, we hebben weer geen deuk in een pakje boter geslagen. Want er is weer niks gebeurd met de prijs van coke. Dan is ook de lol eraf natuurlijk.